Sander Fiesje, er is een tijd geweest dat jij blij was met de overwinningen van Excelsior. Maar ik denk dat deze extra hard aankomt, deze overwinning van Excelsior. Ja, deze komt wel heel hard aan. Zeker ook denk ik als je de wedstrijd ziet. En dat wij gewoon deze wedstrijd nog verliezen. Dan zeker in de derby, die heel erg leeft hier, dat je weet, bij de supporters en bij de club. Ja, dan is het heel erg zuur en pijnlijk. Luigi Bruins zei net van ons, Excelsior, het leek het nergens op. Maar hij stapt wel met 3 punten in de bus. Dat is wrang? Ja, dat is heel wrang. En als je ziet welke mogelijkheden wij weer hebben gecreëerd ook. En 2 keer op voorsprong komen eigenlijk binnen 5 minuten elke keer. Laat ik zeggen, dat waren ballen die uit het niets vielen. Maar goed, wel weer 2 keer gelijk. Dus dat was erg teleurstellend. En wat ik zeg, als je deze wedstrijd ziet zonder de doelpunten, dan zou je dit nooit verwachten. Maar helaas, is het wel zo. Je staat centraal achterin, daar is veel over te doen. Ook vandaag weer. Voel je je schuldig? Voel je je verantwoordelijk? Ik voel me altijd verantwoordelijk als speler. En als we verliezen, dan ben ik daar mede verantwoordelijk aan. En, het is niet zo dat ik nou in mijn eentje de last van Sparta draag. Maar het lijkt me wel duidelijk dat op het moment dat we nu de boot ingaan, ondanks dat wij gewoon naar mijn mening de betere ploeg waren, dat je hier heel teleurgesteld en gefrustreerd enigszins bent. Bij die gelijkmaker van Mesut, vrije trap op de paal, dan staan er 3 man van Excelsior klaar om die bal in te tikken. Waar zijn de Spartanen, denk ik dan? Ja, geloof ik ook. Ik maakte voor mij nog een sliding, maar ik was in mijn eentje daar en ik keek omheen en ik snapte hem. Ik snapte het ook niet. Ja, dat mag gewoon niet. Tweede ook. Krijgen we een bal eigenlijk midden in het strafschopgebied op de 16 meter lijn en spelen wij een soort duel met elkaar. En die bal die valt uiteindelijk in het midden en die heeft eigenlijk een open schietkans. Er moet hersteld worden en die kan een breed tikken en die schiet Mesut er weer in. En bij die laatste goal een bal in de diepte. Hij zit loopt me een beetje in mijn rug, dus ik wil hem breed maken. Scheidsgever overtreding. Dus jij het niet mee eens? Nee, omdat hij loopt mij in mijn rug, dus ik wil draaien en ik wil me gewoon breed maken. Ik wil achter die bal aan. Maar als je dan laat hoort zeggen, jongens, ik zit in je rug. Ik zeg, ik zit in je rug, moet gecoacht worden. Want dan heb je gewoon, je loopt daar heel simpel, loop je gewoon, dan heb ik de rechte lijn. En dan heb je de diepte, is eruit voor je man naast je. Dus dat is gewoon slecht gedaan. En dan die vrije trap zelf, voor mij gaat die zo'n stuk over de muur heen. Hij viel bijna stuiterend in het goal. Dus dan weet ik niet. Maar ik heb het niet gezien. Maar ik denk springen of in ieder geval op de tenen. Maar dit was volgens mij wel heel makkelijk. Nou schroomt de trainer niet om te benoemen wat hij wil. Centrale verdedigers. Dan heeft hij het ook over jouw plekje. Hoe ervaar jij dat nou? Dat er altijd maar geroepen wordt dat er op jouw plekje een ander moet komen. Oké, nou ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk meegekregen dat die Turkse jongen zou komen. Uiteindelijk niet gekomen. Ik moet eerlijk zeggen. Ik ga het niet allemaal zitten volgen. Want dat heeft sowieso geen zin. Er zijn zoveel geruchten dan. En de helft is meestal niet waar. En de andere helft misschien wel. Maar het moet maar eerst even komen. Tuurlijk wil ik blijven spelen. Alleen je weet niet wat er komt. En dan moet ik knokken. En voorlopig heb ik me altijd nog overal in de basis geknokt. Ook als de concurrentie was. Dus daarin zal ik dan toch wel wat goed doen. Dus ik doe mijn stinkende best. En ik vecht er hard voor. Dus dat is het enige wat je kan doen. Meer kan je niet doen. En dat is ook het enige waardoor je jezelf goed recht in de spiegel kan aankijken. Dat je er alles aan doet.